Oké. Oké, Willem richting Zevolde moet je. Ja, ik moet ook even tanken. Frans. Wat wil je tanken dan? Nou, ik denk in Zevolde is wel iets. Ja hoor, daar zijn we weer. Met een nieuw seizoen I Love de Achterhoek. Deze jongens beginnen al aardig op leeftijd te raken. Bij mij komt zelfs de AOW al binnen. Alter Basten. Tijd dus om op zoek te gaan naar... Wat te doen na je pensioen. Met daarin antwoord op vragen als... Hoe vul je dat financiële pensioengat op? Welke hobby kunnen we gaan doen? Waar kunnen we als vrijwilliger iets goeds doen voor de maatschappij? En vergeet niet je bucketlist af te werken, voordat het te laat is natuurlijk. De komende weken laten wij, Frans en Willem, ons inspireren. Wat te doen na je pensioen. Daar is hij weer, de magische gouden enveloppe. Daar komt hij. Veel gepensioneerden doen vrijwilligerswerk. En dat is maar goed ook. Want uit onderzoek wordt blijkt dat je er niet alleen gelukkig van wordt, maar dat het ook goed is voor je fysieke gezondheid. Alle reden dus om een vrijwillige bijdrage te leveren aan de maatschappij. Doen jullie eigenlijk vrijwilligerswerk? Jij, Willem? Nee. Jij? Nee, op dit moment niet. Maar ik heb wel, iets dat ik dat wel wil gaan doen inderdaad als ik wat minder tijd heb om te werken. Nee, als ik wat minder werk en meer tijd heb. Wat ga je doen? Vrijwillige brandweer? Oh, maakt me niet uit. Ik vind het leuk om met iedereen apart te gaan. Wel met groepen. Ik ben altijd wel een groepenman. Ja, ja. Weet je wel? Dus lijkt me geweldig om op de boord van de Zonnebloem of op de Henri Dunant of om dat soort dingen te doen. Dat zie ik je ook wel doen. Dat zie ik je ook wel doen, ja. Ja, en heel soms ook wel, dan doe ik ook wel vrijwillig, dan presteer ik wat. Ja, weet je, soms dan moet je een klus klaren, presteren voor een of andere vereniging waarvan je weet van, nou, die hebben het niet breed. Nee, maar dat is dan ook wel leuk en het is om andere dingen doe je dat dan. En, ja. Dat komt mooi uit, want in woonzorgcentrum De Meulenbeek in Ulft kunnen jullie hulp wel gebruiken, mannen. Maar liefst 50 vrijwilligers verzorgen hier tal van activiteiten. De 82-jarige Agnes Ikink begon een paar maanden geleden met vrijwilligerswerk, nadat ze jarenlang haar man thuis had verzorgd. Agnes heeft nog gewerkt tot haar 78ste en kon na het overlijden van haar man niet stilzitten en niks doen. Nou, ze zitten ons allemaal al op te wachten, Willem. Ja, inderdaad. Goedemiddag. Goedemiddag, Agnes. Goedemiddag. Ik ben Agnes. Ik ben hier de vrijwilligste. Ik ben Willem. En die gaat jullie vanmiddag begeleiden. Helemaal goed. En aan het werk zetten. Oh, dat vooral. En ook aan het werk zetten. Ben je al lang vrijwilligste, Agnes? Nog maar heel kort. Oh ja? Ja, hier tenminste. Ja, en daarvoor? Heel kort. En daarvoor heb ik gewoon gewerkt en mijn man verzorgd. Dus wat doe ik hier dan? Ja, ik heb het mooiste werk eigenlijk. Helpen bij de activiteiten. Oké. Op dinsdag en vrijdags gewoon koffie schenken en beetje kletsen met de mensen, want dat kan ik dan ook wel. Ja. Maar het is dinsdag, hè? Dus we... Het is vandaag dinsdag. Weten jullie niet wat je doen moet? Nee, ik heb niks aan. Nee. Dus vraagt dan deze bingo. Dus jullie mogen helpen met de bingo. Heel goed. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit voor de bingo. Blijfstaan. Kom maar. Is nou je zaak, hè? Kom. Ja. Goedemiddag, wat ben je? Ja. Goeiedag. Goeiedag. Ik kom me ophalen. Kom je op? Dan gaan we naar de bingo. Zo. Zo? Dat dacht ik toch, of niet? Geert het? Kom, dan moet je niet zo aanstellen. Komt u binnen. Kom. Goedendag. Ja. Wie gaat naar de bingo, gooi met? Ja. Nou, dus ik hoop ik wat binnen. Nou, dat hoop ik ook. Dan gaan we hier linksaf. Weten jullie de weg, want dat is een beetje lastig. Deur stoeven. Zo. Dankjewel. Mannen, kijk. Weet je al wel wat de hoofdprijs is? Ja. Wat dan? Een weekend stappen met Frans Michelbrink. Nee. Het is een avondje uit met Willem de Mol. Maar Agnes,
Maar hij heeft heel leven zo hard gewerkt. En dan ben je toch nog weer begonnen met vrijwilligers. Ja, maar wat mag dat nu toe doen dan? Dat weet ik niet. Nee, ik heb geen geraniums, die heb ik niet. Dus dat ga ik niet achter me zitten. Juist. En dat is ook dat is straf ook voor hoe je dat nee, kan doen? Nee, maar kan ik ook niet. Ik moet mensen je moet, ja, aan de gang blijven. Ik kan me niet voorstellen. Ik zal er niet alleen. Ja. Nee. Ziet u aan. Ik heb al kinderen en hartstikke dichtbij ook. Dat geeft niet, Mulf en zoveel. En kleinkinderen. Maar daar kun je ook niet op terug. En die hebben werk. Die hebben eigen, eigen leven toch ook. Wik ook helemaal niet. Oh, ik ben verschrikkelijk dat je afhankelijk wordt. Agnes, 81. Volgens mij wordt ze binnenkort 82. Ja, dat is een super gastvrouw. Daar kom je toch graag op. Dat is toch het hele eieren eten van het vrijwilliger zijn. Dat de mensen graag bij je komen. Dat is graag samen met je. En dan maakt het niet zo goed, niet zoveel uit wat je dan doet. Dit was leuk. Vrijwilligerswerk. Ik weet niet of dat mijn ding is. Maar dit is leuk. Ja. Om dan elke zondag de bingo te doen. Dat vind ik dan weer een etappe te ver. Maar om zondag met de duofiets een blok om te gaan. Dat kan natuurlijk ook. Is er iedereen klaar voor? Ja. Voor de hoofdprijzen van vandaag, dames en heren. Welkom bij de bingo. Ja, dames en heren. En dan beginnen we dit keer met de bovenste rij horizontaal. En u heeft geluk. Het middelste vakje is een free play. Die kun je ook alvast dicht schroeven. Daar gaan we. Iedereen klaar? Michel, drink. Draait door. En dames en heren, het volgende nummertje. Daar komt hij weer. En het is... 16. 70, man. Dat is geen 1, dat is een 7. 70 was dat. Petra, jij bent de baas hier. Nee, ik ben vrijwilligerscoördinator hier bij de Meulebeek. Zijn de vrijwilligers nou altijd pensionado's, of niet? Nee. Eigenlijk, we hebben vorig jaar een meisje van 18 gehad, bijvoorbeeld. Die in de zomervakantie thuis zat en die zei, ja, ik verveel me dood. Ja. Dus ik kom vrijwilligerswerk doen. Oh, mooi. Dus eigenlijk wel, eigenlijk alle leeftijden... is wel te vinden. Ja. Mooi. Ja. Agnes is 84? 81? Bijna 82. Bijna 82. En komt als nieuwe vrijwilliger bij jullie? Ja, is toch geniaal? Ja, bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ja, maar ja, ook als je haar ziet, is gewoon een topfitte vrouw. Dus dat is leuk dat ze zich nog wel inzetten. Een gastvrouw, ja, super. Dat klopt niet. Ja. Ik denk dat je op leeftijd komt dat die ouderen dat net zo oud zijn als jezelf. Dus dan maakt het niet uit. Ik bedoel, dan heb je ook de gemeenschappelijke ervaring. En je moet ook niet vergeten, hoe ouder je wordt, hoe kleiner je sociale omgeving wordt. Hè? Mensen vallen weg, mensen gaan, hebben andere dingen. Eigenlijk zou dit een soort sociale dienstplicht moeten worden of zo. Weet je wel? Dat de jongelui van tegenwoordig ook eens in de gaten hebben van... Oké, dit is dus mijn voorland, ooit over een jaar of 60, 70. En dan is het wel handig dat er dan iemand is die jou ook in het karretje rondrijdt naar het terras. Even kijken, Gerard, nummer 60, 47, Otto, 62, Roda, Otto, 72. Ja, ik ook. Ja. We hebben hem. Ik ook. Mag ik het even controleren, lieve dames? 55 ligt erop, 72 ligt er ook op. Ja, dat is een goede bingo. Super, wat mooi ziet. Maar Michel brengt mooi hier lopen. Maar de hele kar? Dit mevrouw. Nee. Ik neem een pitje koffie, waarna ik toevallig op. Nou. Van harte gefeliciteerd. Gewoon ook verder. Volle kaart, dames en heren. Agnes. Ah, lieve mens. Absoluut. Lieve schat. Ja. Oh. En typisch Achterhoeks, hè? Ik hoef niet in beeld. Ja, bescheiden, hè? Maar wel fantastisch werk doen. Zo kun je er nog wel meer gebruiken. Ik wil de Achterhoekers al zeggen, ik wil ook niet te breed sporen gaan doen. Zeg maar. Agnes, mooi mens. De mannen vervolgen hun weg door de Achterhoek en zijn onderweg naar de 71-jarige Ad Vermeulen. Na zijn werkende leven als economieleraar wilde hij absoluut niet stil komen te zitten. En daarom werkt hij nu 5 dagen in de week als postbode. In Warnsveld. Goeiedag dan, hallo. De postbode. Ja, precies. Oh jee, koude handen. Ja, dat heb je. Goedemiddag. Goedemiddag, Ad Vermeulen. Hé, maar hoe oud ben je, Ad? 71. En toch postbode? Ja. Waarom? Omdat ik tijd over had, zal ik maar zeggen. Ja? En
Het is ook een goede stok achter de deur om betijds uit je bed te komen. Oh, kijk aan. Want hoe vroeg moet je eruit? Nou, ik kom er 's ochtends om 8:30 uit. En dan heb ik rustige tijd tot 11:00 om te ontbijten en de krant te lezen. En dan ga ik daarna werken. 10-12 uur in de week. Oké. Maar is dat omdat je het financieel nodig hebt? Nee, niet nodig. Maar ik sla het loon niet af. Het is er mooi bij. Het is er mooi bij. Ik kan er leuke dingen van doen. Ja, zeker. Ja. Ik ben mijn hele leven zo'n beetje, mijn halve leven, ben ik tekenleraar geweest. Ik zie mij nog geen post bezorgen. Het woont alleen, dus ik bedoel, je ziet ook weer mensen. Je komt onder de mensen, je koopt je koffie, je hebt een baantje. Met een baantje kun je weer extra dingen doen in het leven. Dus ja, het was eigenlijk op heel veel vlakken was het de ideale omstandigheid. Dit is voor jou. En waar? Oh. En dit is voor jou. Ja, dat zijn er meer 10 verhalen. Wel? Maar ben je er nou ingerold of heb je er nou bewust voor gekozen? Ik heb er bewust voor gekozen. De frisse buitenlucht. Ja, maar het kan ook wel takkenweer zijn, hè? Het kan takkenweer zijn. Ja, en dan moet je ook. Ja, uiteraard. Ik ben nu 71. Ja. Fysiek in orde? Ja. Hoe lang gaan we nog door? Dat weet ik niet. Hoe lang wil je door? Dat weet ik niet. Hey, heb ik begrepen dat PostNL een heleboel mensen oproept, pensionado's met name, om ditzelfde werk te doen? Ja. Is er een tekort aan bezorgers? Dit zijn niet de best renderende banen. Nee, maar als ze meer mensen willen hebben, zullen ze toch ook financieel over de brug moeten komen? Ja, zullen ze toch mensen moeten lokken? Verdien je goed hiermee? Nou, dat moet je niet voor doen. Okay. Tenminste, daar doe ik het niet voor. Als ik het echt nodig zou hebben, het zou moeten, ja, dan ga ik wel meer de markt af. Zo van, ja, wat kunnen wij eigenlijk nog doen om bij te verdienen? Er zijn er wel meer mogelijkheden. Maar niet post. Weet je, en ook al heb je, ik weet niet hoeveel geld. Je zit dan wel met je heleboel geld alleen in de hut, hè? En het is beter met een klein beetje geld met de mensen samen te zijn. Ja, zo zit ik in elkaar. 22. Ja, dat is daar. Ja. Maar het is ook leuk, gewoon. Ja. En je hebt een goed pensioen. Ja. Nou ja, die paar uur. Ja, daarom. Kijken. 5. Dat extraatje wat je nou verdient met dat geld. Ja. Waar gebruik je dat voor? Ik heb mijn zoon in de Verenigde Staten. Oh. Dus daar vlieg ik zo af en toe naartoe. Wat anders niet gekund had? Nou, dat had ik ook wel gekund. Maar minder. Ja. Dus het is wel handig dat je dit baantje erbij hebt. Ja. Maar ik zou zeggen, Atta, red je het verder. Ja. Okay. Werk ze. Aan het werk. Ja, dankjewel. Jo, hè. Doeg. Tot de volgende keer, hè. Ja. En succes met het programma. Ja, dank je. En groet aan je zoon in Amerika. Ja, doei. Hoi, doeg. Nou ja, is het wat voor jou? Zwaai nou, een oude vriend. Ja, ik zwaai. Is het wat voor jou, hè? Ja, lijkt me leuk. Ja? Lijkt me leuk. Wow. Wat een wonderlijke combinatie. Wat dan? Dat je economieleraar bent geweest tot je pensioen. Helemaal geen wonderlijke combinatie. En dan in de post gaan doen. Economisch model, de ouderen waren aan het werk houden. Dus ik snap het dan wel. Ja, hij woont alleen. En op deze manier kom je onder de mensen. Dat is toch wel in orde. Dat is en fysiek, hè? Vergeet het ook niet. Ja. Rustroest, absoluut. En je kunt wat vaker naar je zoon in Amerika, dat is ook niet verkeerd. Ja, skivakanties organiseren. Skivakanties, je lost wat af van je hypotheek. Ja, dus het is wel een appeltje voor de dorst erbij. Willem en Frans rijden door naar Nijmegen, waar ze opgewacht worden door de 76-jarige Cor Scheffers. Hij is oprichter van roeivereniging De Waal. En samen met een aantal leeftijdsgenoten is hij nog altijd op het water te vinden. Want roeien is een sport voor jong en oud. Ik ben Frans. Dag Frans. Hoi. Hallo. Hey. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat een bijzonder genoegen. En dat is Willem. Dag Willem. Dag Cor. Wat een gemakkelijke naam. Ja, goed hè. Ja, geweldig. Hey. Zeg, roeivereniging. RV, roeivereniging De Waal. Ja.
Ondine, dat is de roeiloods. Oké, oké. En roeien, dat is de beste levensverzekering die er bestaat. Want? Daar word je hartstikke oud mee. En hoe oud zijn we toch? 76. Oh. Maar ik ga je zo'n verhaal vertellen. Dan val je echt van je stoel af. Van de oudste lid van de vereniging? Oudste lid van de vereniging, ja. En een topper. Een topper. Absoluut. Een topper. Ik zal er maar wie gelijk niet, mee. Wie niet winnen? Ik val maar gelijk met de deur in huis. Marijke. Yeah. Marijke. We stellen jullie met genoegen aan haar voor. Oké. Okay. Ja, dat ze is weet, Marijke dan. Ze weet de bocht te nemen. Ja, dat doet maar ze beter dan ik. Goedemiddag. Hallo. Dat is Frans. Dag Marijke. Frans. Ja. Kan je wel? Mooi. Willem. Hallo. Leuk. Ja, leuk hè? Heel fijn je te zien. Marijke heeft een geweldige ervaring in de roeisport. Ja? Ze is op haar 16e jaar begonnen. 15e jaar. Of 16? Laten we maar zeggen 16. Vanaf je 17. Ja. Oké, okay. Bijna goed. Nou, in ieder geval, en zij stond 5 jaar geleden op de stoep hier. In ieder geval en 5 zij 7, kon heel goed roeien. Ja. Maar er waren kampioenschappen in Amsterdam op de ergometer. En ik had niks gezegd tegen haar. Ik zei, zou je daar aan willen meedoen? Want ik had wel gezien wat ze allemaal kon. Had ik natuurlijk op Google gezien. Ja. Een wereldrecord. Wereldrecordhoudster. Geweldig. Was zij. De beste ter wereld. Ik kreeg om naar Boston te komen op kosten van de roeibond. Maar ik ben niet goed met vliegen. Oh, en okay. Zeker niet als ik eerst de reis heb en daarna nog moet presteren. Nee, dat wordt niet. Ik snap dat heel goed. Dat maar wat jullie nog niet weten, ik denk dat jullie gaan meeroeien. Oh, dus pak maar je plunje, dan gaan we ons omkleden. Okay. En dan stappen jullie met ons in de boot. Nou ja, weet je, we zagen Cor staan. En Cor had wel zo'n heel sportief dingetje aan. En hij stond aan de waterkant. Ik denk, nou, het zal wel niet Olympisch vissen worden. Dus toen dacht ik al snel aan roeien. Wat zeg je? ja, prachtig. Maar die roeit al vanaf haar 17e of zoiets. Die Marijke, ja. Dat is wel. En haar man heeft Olympisch kampioen roeien geweest, hè? Dus Marijke kwam echt uit een roeiersfamilie. Hey, maar nu gaan we roeien. We gaan roeien, ja. Met, we gaan de motor inleggen. Met de bemanning. Ja, ja. En hij heet Nero, zie ik. Hij heet Nero, dus dat is... Is dat de boot van Marijke? Dat is de boot van Marijke, ja. Ja, ja Marijke, ze kleurt er goed bij u, hè? We gaan de boot in het water leggen. Ja. De boot in het water leggen. Ja. De boot in het water. Ja, ze begrijpt. Ja. Ik ben liever in de boot op het water dan op het ergo. Heel goed. Ja. En we gaan allemaal het water. Ja, oké. Okay. Nooit zijn riemen loslaten, dat is een doodstraf in Hooiweer. Ja, maar dat is nu net gebeurd, dus ik ben er nu bij. Ik ben nu dood. 94, goede mensen, hè? Stok achterin. Oké. Nou, helemaal goed. En we doen rustig aan in het begin. Dit is wel, dat was wel mijn ding, moet ik zeggen. Ja, ik stond te kijken van de kracht van de dames en de heren. Met hun ging het echt geweldig. Ze zaten met z'n drieën echt heel mooi in een cadans. Weet je, dat echt samen gaat en zo. Totdat ik dan weer een slag meer deed en dan was het gelijk weer over. En ik had voor mij, had ik natuurlijk Marijke. En degene die voor je zit, die hou je in de gaten qua slag. Maar dat ging goed. Ik denk dat ik het beste eruit kan rollen. Ja, ik vind het helemaal goed. Dat is maar lekker hoor. Ja, zo, dat bedoel ik. Heel goed. Het is geweldige ervaring. Supermooi. Ben je net? Nou ja, jullie ook. Gaat goed, Marijke. Gaat goed. Wat is er nou zo leuk aan het roeien? Buiten bezig zijn. Dus. Buiten? Ja. Dat is het? Ja, dat is heel belangrijk. En lekker met elkaar. Ja. Oké, okay, samen. Ja, samen. Maar ja, hallo, even, ik zat in die boot. En dat moet dan wel erg op elkaar afgestemd zijn, dat samen. Want anders wordt het echt één mikado voor avontuur. Dat klopt, dat is het soms ook. Nee.
Hé, hey, Marijke. Later. Oh, later. Oh, later. Niet meer bemoeien. Oké, ik ben niet meer bemoeien. En nou weer in de hand. Oh, nou weer wel, hè? Nou weer wel, hè? Ja, da. Nou. Ga wel op weg. Marijke, handdoek. Een handdoek. Okay. Nee, hoor. Nou, ik wel. Kom maar. Beetje warm maken. Heb ik, hè? Ja, helemaal goed. Zo. Heerlijk. Heerlijk, heel goed. Ik heb op jou gelet en daarom ging het bij ons zo goed. Je had een goede slag. En ik heb goed gevolgd. Vond je het leuk? Vond je het leuk? Of vond je er niks aan? Ik vond het heerlijk. Ik ook. Ik vond het heerlijk. Ik ben zo blij om zelfs met dit weer te kunnen roeien. Goed, hè? Ja, je bent een bikkel. Weet je wat je bent? Je bent een bikkel. '94. En wereldkampioen, hè? Wel, ja. De beste tijd ooit geroeid, hè? Maar dat was op zo'n machine, ja. Hè? Zo'n indoor kampioenschap. Ja. Maar dan nog. Zij zat voor in de boot, ik zat achterin. Ja. En dan moet je gewoon letten op haar slag, hè? Maar als je vanaf je 17e al roeit en je bent dan 94, dan mag je er wel van uitgaan dat ze de slag van heeft. En daar kon ik me zo aan optrekken. Dat is, ja geweldig. Maar wat een vreugde ook in dat mensen, hè? Roeien, dat is het. Gewoon roeien, ja, dat willen we. We willen roeien. Goed, Willem. De envelop. De envelop, Frans. Avonturentijd. Avontuur. Oh, Frans. Het begint met Frans. Altijd leuk. Frans, je blijft ons iedere keer weer verrassen. De wens die we in vervulling laten gaan vandaag, levert jullie een leerzame middag op. Zonder deze mensen wordt het een chaos op het water. Weet je het al? Oh. Waterpolitie? Ja, ik heb... In Nijmegen zit volgens mij het controlecentrum van wat het scheepvaart op het water in Nijmegen beheert. Oh, dat is mooi, man, Willem. Waterpolitie. Oh, dat vind ik zo geweldig. Dat vind ik zo leuk, hè. Had je die echt... Dat had je echt ingevuld. Dat wil ik nog eens een keer. Ja. Want de normale mens komt daar nooit tussen. Nee. Je kunt wel zeggen van, nou, ik wil altijd nog om de wereld zeilen. Maar dat moet je zelf organiseren, dat kun je zelf doen. Maar zoiets, daar kom je nooit. Dan mag je nooit, je nooit kijken. Inderdaad, we gaan naar het Rijk van Nijmegen. Want hier coördineren de verkeersleiders van Rijkswaterstaat het scheepvaartverkeer op de Waal. De drukst bevaren rivier van Europa. Officier van dienst Carlos Rubio Perales zit al klaar om de mannen welkom te heten bij de verkeerspost. Oh, daar zijn we. Rijkswaterstaat. Goedemiddag. Hallo. En welkom. Dank je. Hallo, ik ben Carlos. Dag Carlos. Frans. Willem. Nou, welkom bij Verkeerspost Nijmegen, Rijkswaterstaat. Super. Ik had begrepen dat een van jullie in ieder geval wel heel graag... Ja. Ah, kijk. Degene die het hardst lacht, glimlacht. Hij is 60 plus. En hier zie je gewoon een blaag, een kind, als een kind zo blij. Kijk, ik bedoel, je kunt wel in je eentje wensen dat je naar Santiago de Compostela wil lopen, maar dan moet je dat doen, dan kun je gewoon zelf regelen. Dit kun je nooit regelen. Het is geen openbare gebouw, je mag niet zomaar naar binnen komen, dus voor jezelf wel bijzonder. Rustig. Ja. Geweldig. Gaan we doen. Waar willen we heen? Die? Welkom bij de operationele werkvloer. Ja, dankjewel. Verkeerspost Nijmegen, Rijkswaterstaat. Die kant gaan we dus naar de radarbeelden. Dat is wat je graag wou zien. Daar wou dus, zien. Volg mij maar. Blijf er al zien. Wow. Nou, er zitten twee desks. Die zijn nog bemand door verkeersleiders. Mijn collega hier is bezig met het verwerken van scheepsgegevens en aanhandelen van calamiteiten.
Dus als er iets gebeurt in ons gebied, dan wordt het hier naartoe gebeld. Dan wordt hier doorgegeven wat er gebeurd is en waar. En dan de melding komt hier binnen en gaat mijn collega Jullie bemoeien niet met het varen zelf. Het... Ja, zeker. Dat gaan we nu. Dan ga ik je nu laten zien. Oh. Ja, weet ik niet meer, maar ik wist dat het bestond. Wat ze nou precies deden, wist ik ook niet, maar het lijkt me zo'n vette baan. Nou, dat was het ook. Hey, Carlsen, hoe belangrijk is deze plek? Als je het aan mij vraagt, dan vind ik het eigenlijk heel belangrijk. Want dat is eigenlijk voor de vlot en veilig doorstroming van de scheepvaartverkeer. Ja. Zeker in Gelderland. Want het is gewoon een hele stuk eigenlijk binnen Gelderland. Maar ook voor Nederland. En wij zijn ook een verbindingsstuk tussen Rotterdam en Duitsland. Ja. Dus dat houdt in dat zonder ons eigenlijk, zonder al de schepen die hier varen. Wie is het? Wie is het? Noordveus, sector Nijmegen over. Goedemiddag, Morpheus, zelfvaren, komen ze op kanaal in. Morpheus, sector Nijmegen, begrepen. Er is geen uitvaart Maaswaalkanaal over. Oké, bedankt. Oké. Hé hey Frans, wil je niet eens een keer midden voor zitten? Oh nee, ik zie het mooi. Dat blijft lekker zitten. Kom op. Nee. Durf je niet? Nee, dat gaat er niet om. Jongens, Carlos, we doen het, hè? We doen het. Carlos? Het is wel heel belangrijk werk wat die mensen doen. Weet je wel, verkeerd, er zit veel in. Nou, als dat ontploft, dan komt de calamiteit. Dus ik heb zoiets van, dat is gewoon, daar moet niet mee dollen. Als jij nou even tegen de Gooiland zegt van... Gooiland, dit is sector Nijmegen. Graag afmeren bij de lage remming. Over. Bij de lage wat? Remming. Oh, de lage remming. Ja? Oké, ik druk het hierop en dan ga jij praten, ja? Ja. Gooiland, dit is sector Nijmegen. Graag afmeren bij de sector... Remming. Remming. Over. Over. Heel goed. Hey. Even kijken wat de Gooiland zegt. Nijmegen, die Gooiland, die komt naar binnen. Goed. Kijk. Kijk. Hè? Hij wordt een beetje verlegen op bepaalde momenten. Dat zou je dan niet zeggen van zo'n zelfverzekerd iemand. Maar het werd echt een beetje verlegen jochie. Ja, dat is gewoon... Daar moet niet mee dollen. Dat wil ik dan ook niet. Omdat ik ken het, dat hele marifoonverkeer. Dat is gewoon, serieus werk. Heb je een leuk vak? Jazeker. Het leukste vak ter wereld? Ja, dat zou eigenlijk jij, wel, ja. Zou jij zoiets willen doen, Frans? Oh ja, gelijk. Ja? Ja, echt. Dat lijkt me zo geweldig. Maar wij doen het ook niet alleen, hè. Wij doen het ook met de collega's van de patrouillevaartuig. Sterker nog, wou ik eigenlijk jullie vragen van... Vind je het leuk om even mee te varen? Mag ik je kussen? Zeg maar meegenomen. Een patrouilleboot. Dat klinkt goed. Een patrouilleboot, ja, precies. Dat klinkt goed. Nou, wegwezen jij. Hupsakee. Ilko, maar wel even erbij komen, want dat ligt mij uit. Front hebben we. Dat is de radar. Ja, het was echt helemaal af. Ja, een boot van de Rijkswaterstaat en dan mag je dan gewoon even sturen. Paneeltjes, kapitein. Geen pet, dat was jammer, maar voor de rest was alles compleet. Wij zorgen dat de rivier op diepte blijft door onder andere peilingen te doen, ondieptes aftonnen en daarnaast een klein beetje handhaving, controles op schepen en zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Die kan het helemaal naar beneden duwen. Slagen. Dit is full speed. Dit is full gas. Hey, maar even onder ons, Ilko. Ja. Hoe hard kan die? gaan we ongeveer 44, denk ik. Ja, dan is wel, dat is wel bijsturen dan, hè? Ja, moet je nou eens constant sturen. En niet te veel, want anders dan. Doe maar weer terug. Ja, we doen weer gauw terug, Ilko. Ja. Niet te vlot, niet te vlot. Groetjes. Carlos! Ja, dankjewel. Hartstikke ik zou namens Rijkswaterstaat en Verkeersbos Nijmegen en uiteraard de boot. Dankjewel, man. Leuk dat je het leuk vond. En veel plezier, man. Ontzettend bedankt. Hey, groetjes. Doei. Blije man. Willem. Mannen!
Tot zover deze belangrijke plek. De mannen gaan weer terug naar de Achterhoek en maken zich op voor nieuwe avonturen. Volgende week gaan we niet alleen dansen, maar ook zingen. Mijn naam is Bernd van Kuperen. En krijgen de heren les van de 89-jarige Jeen Turksma. En jullie weten ook waar ik les ingeef? Ja, in synchroon zwemmen. Ja, niet gewoon zwemmen, nee, maar synchroon zwemmen. Dat is heel iets apart. Tot volgende week. Bye.